allergroenste programma van Nederland zijn we altijd op zoek naar de nieuwste trends. En ik heb er een gevonden. Moet je eens even kijken. Hydroponie heet dat. Dat is niets meer als de kluit weghalen, de wortels die overblijven en dan zo'n plant op water neerzetten. Maar het begint natuurlijk allemaal met een plantje. Headed down south to the land of the pines. I'm thumbing my way to North Carolina. Staring up the road and pray to God. Karin, tussen de plantjes. Dit is genieten, toch? Zeker weten. Ik voel me hier helemaal thuis. Ja, want je staat hier nu in je goede goed, om het zo maar te zeggen. Ik ook. Maar normaal gesproken niet, hè? Zeker niet. Je bent een echte kweker van origine. Ja, klopt. Kan je mij wat vertellen over al die planten die je hier hebt staan? Wij hebben op dit bedrijf 30 verschillende soorten. Mijn opa is begonnen hier met dit bedrijf. Daarna mijn vader en zijn broer. En nu samen met mijn broer en een compagnon. En niet tevreden onze medewerkers runnen wij dit bedrijf. Dit is de Clusia. Nou, we gaan vallen meteen met de deur in huis. Want dit is een bijzonder plantje voor jou, toch? Dat klopt. Dit is echt mijn lievelingsplant. Het is er eentje die lang staat. Stevig is en in de huiskamer kan je er heel lang plezier van hebben. Nou zijn het allemaal leuke kamerplanten, planten die ik graag in de woonkamer zou neerzetten. Maar jullie gaan nog een stapje verder. Ja, dat klopt. Want wij denken namelijk dat de schoonheid niet alleen in de plant zit, die je zo ziet, maar het zit ook in de pot. Want de wortels zijn ontzettend belangrijk voor de plant. Die zorgen dat de plant groeit, scheuten maakt. Maar deze Clusia is bijvoorbeeld een luchtzuiverende plant. Die neemt schadelijke stofjes bij jou in huis op via het blad. En hij breekt ze af in de wortel. En dat willen we graag in onze concepten laten zien. Hydroponie. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat al het vezel wat hij zit eraf gaat, ja, er alleen wortels overblijven. Ja. En dat jullie dat in een vaas neerzetten met water. Ja, dat klopt. En dan krijg je dus iets heel moois te zien in je woonkamer. Ja. Maar met die wortels gebeurt ook iets bijzonders. Ja, die wortels die groeien eigenlijk door. Zij passen zich aan in het water. Dus bij de Clusia zie je vooral dat hij een wittere wortel maakt. En je ziet het groeien en groter worden. En hij kan gerust een jaar in zo'n vaas staan. Een jaar in zo'n vaas staan. Dat is wel heel erg gaaf. Nou heb ik begrepen dat jullie een concept store hebben. Ja, dat klopt. Ik ga je verlaten, want ik ben heel benieuwd. Ik ga er even naar kijken. Prima. Midden in de kas en er wordt achter me heel hard gewerkt. Maar dit moet ik toch wel eventjes laten zien. Als een kind in de snoepwinkel. Kijk deze plant. De Strelitzia, paradijsvogelbloem. Normaal gesproken zou je hem in je woonkamer neerzetten en dan wacht je gewoon op die bloem. Dat is in dit geval niet meer nodig. Blad, dat is sierwaarde nummer 1. Hij staat op dat water. Dan moet je eens kijken wat een bijzondere wortels die heeft. Maar het gaat nog veel verder. Moet je eens even kijken, deze plant heb ik het afgelopen jaar vaak gebruikt. De Monstera, een plant die je tegenkomt in het oerwoud, die klimt echt tegen de bomen op. Hier heb je hem in het klein. Doordat het een klimplant is, is het er eentje die er overheen gaat hangen. Staat ook leuk tegenover dat glas. Maar ook hier weer de wortels. Een heel ander soort wortel, eigenlijk een kluwe. En doe je op deze manier in het glas. En ook dat ziet er bijzonder uit. En dan natuurlijk de Clusia. Een plant waar Karin zelf een hele grote binding mee heeft. En dat klopt ook wel. Het is een oersterke plant die ontzettend lang mee kan gaan. Deze die beginnen bruin en die veranderen zelfs naar het witte toe op een gegeven moment. Nou heb ik hem hier in het groot. Maar heb je nou niet zoveel ruimte? Dan kan dat dus ook gewoon in het klein. Een plant op water, waar je tegenwoordig niet alleen maar van het blad kan genieten, maar zelfs van het wortel. We pakken echt het totaalpakket. Een trend die we voortaan in de woonkamer terug gaan zien. Ivo heeft het vorige week al laten zien bij de kweker. Maar deze week krijgen de planten met de waterwortels ook een mooie plek in de woonkamer. Christa, hydroponie, leg uit. Je haalt de grond van de plant af, van de wortels af. Je spoelt de wortels af en je plaatst een plant terug in een glasvorm met water. Maar dat kan niet bij iedere plant, want niet alle planten kunnen zonder de aarde. Nee, dat klopt. Wij hebben 30 tropische binnensoorten. Mm-hmm. En deze hebben wij allemaal getest of die er zonder iets aan te doen 6 weken of langer op water kunnen. Nou, en daar zijn ongeveer een achttal soorten uitgekomen. En als jij zegt 6 weken zonder er iets aan te doen, wat als je er wel wat aan doet? Nou, al zou je de wortels elke 2-3 weken omspoelen en het glas ook,
dan zou de plant, en zeker bijvoorbeeld de clusia, zeker wel een jaar kunnen staan. En wat verandert er aan de wortels gedurende die tijd? Bij deze Syngonium aero zal er aan de wortelpartij niet zoveel veranderen. Nee. Eigenlijk is het ook een waterplant van origine. En de wortelpartij van de clusia, ja, hier komt een vliesje om de wortel heen. En als je hem onder het water houdt, zal dat vliesje eraf vallen. En hij blijft eigenlijk altijd bruin. En de wortel zal nog harder worden dan nu. Nou ja, en dan hebben jullie ook nog iets bedacht, waardoor je ze letterlijk in het licht zet. Ja, eigenlijk kan je dan nog beter zien. Er komt nog beter de wortel tot zijn recht. Het is gewoon een leuk accessoire voor in huis. Ja, het is een accessoire. Het is een soort meubelstuk. En een lichtje in de duisternis de aankomende tijd. Ik wou net zeggen, dat lekker tijdens die donkere dagen. Ja. Als het goed is, allemaal lichtjes in de kerstboom. Dit erbij. En de gezellige avonden zijn in ieder geval compleet. Wat is dat toch gaaf, hè? Die hydroponie. Ja, het blijven natuurlijk gewoon plantjes. Net zoals deze Monstera. En hier zie je hem gewoon met kluit en al. Je kan hem natuurlijk ook gewoon in een pot neerzetten.